Wat we hier zien is een prachtig spreekgestoelte en tegelijkertijd een prachtige mooie boom. Als je kijkt naar het spreekgestoelte, dan voel je bijna alsof je weer bij die boom bent. Dat is precies de bedoeling van het spreekgestoelte. Deze boom is 2 jaar geleden, in maart 2017, is die omgehakt op het Beursplein. En dit is zo'n prachtige boom, 130 jaar oude Iep, die heeft alles gezien, zeg maar. Die heeft vanaf het begin dat de beurs van Berlage er kwam, tot aan die fietsenstalling, heeft hij meegemaakt. Dus wat doen we dan met zo'n prachtige boom? Proberen iets moois ervan te maken. En gelukkig kwam ik door allerlei soorten toeval Daan Simons tegen. En die had al een heel mooi idee, namelijk een spreekgestoelte. Nou, hij is gemaakt van 3 verschillende delen. En die zijn met elkaar verbonden door traditionele houtverbindingen. En dat zijn dus houtverbindingen zonder lijm, zonder schroeven, zonder bevestigingsmethode. En die wel stevig in elkaar passen. En ik denk dat geschiedenis in staat is de verbindende factor te zijn tussen allerlei mensen. En ik hoop van harte dat dit spreekgestoelte een hele mooie plek krijgt op elke bijeenkomst waarin mensen respectvol met elkaar praten over hoe gaan we naar de toekomst toe, wat gaan we doen, welke moeilijke vragen hebben we, echt lastige vragen. En dan niet alles observeren, maar eens luisteren. Luisteren naar de geschiedenis kijken, proberen je te verbinden en te verhouden tot een ander. Dat is zo belangrijk en dat moeten we niet gaan vergeten. Ik hoop echt dat spreekgestoelte daartoe kan bijdragen, dat mensen zich uitgenodigd voelen of gesteund om oprecht te spreken met liefde en aandacht voor het geheel. En iedereen die in die sfeer dit spreekgestoelte wil gebruiken voor een event, die is van harte welkom om dat te doen. We gaan het event dan ook noteren, dat krijgt een plaatje in de geschiedenis van de boom. En ik hoop dat deze boom en dit spreekgestoelte nog een heel lang en vruchtbaar tweede leven gaat krijgen.